Ja, hallo en welkom bij deze allereerste BOOS documentaire. Terug naar je eigen land. Maar weet je, ik vind het eigenlijk echt niet zo netjes. Zo, hallo, een documentaire. Alsof we bij de VPRO werken, alleen is iedereen die bij ons werkt vroeger van school getrapt en komt wel eens buiten nu. Wauw. Oh, dat is beveiliging. God voor de god. Nou mensen, waar gaat deze documentaire dan over? Over het, dubbele punt, kinderpardon. Waarom doe je dat nou? Ja, kinderpardon. Want wat dat betreft hebben we nogal een probleem. Hey. En om uit te leggen wat het probleem precies is, is daar als eerst de 8 bijna 9-jarige in Nederland geboren, staatsloze en uitgeprocedeerde asielzoeker Nemmer. Hoi, ik ben Nemmer. Ik ben 9 jaar en ik woon in een asielzoekerscentrum, een AZC. Daar wonen mensen die gevlucht zijn uit hun land. Ik en mijn broertje zijn niet gevlucht, maar mijn ouders zijn wel gevlucht uit Irak. Daar is het heel gevaarlijk en daar gaan heel veel mensen dood. En ik en mijn broertje zijn hier geboren. En we zijn boos omdat we misschien terug moeten en dat willen wij niet. Dus het is duidelijk waarom je boos bent. Ja. Maar ben je ook echt 9? Ik ben 8, maar dit jaar word ik 9. Dat vraag ik al de hele tijd. Wat is jouw grote droom ook alweer? Een vlogger worden. Ah. En een YouTube-kanaal hebben. Oké. Een gaming-kanaal. En dus dacht ik, misschien is het een leuk idee als jij vandaag een beetje de presentatie doet. Oké. Kan je dat? Ja. Kan je Enzo Knol imiteren? Ja. Doe eens. Hey kijkers, mijn naam is Enzo Knol. Nou toch, dat zegt hij altijd bij zijn vlog. Ja, maar voor Nemmer laat zien waarom hij als vlogger zonder vlog nu al veel boeiender is dan elke andere YouTuber van Nederland. Hier eerst even een korte uitleg, gewoon voor de sfeer. Nemmer is dus 8, bijna 9 jaar geleden geboren in Nederland nadat zijn ouders waren gevlucht uit Irak. Want Irak was toen ook al Irak en Irak was dus onveiliger dan de seks die een gemiddelde mannelijke student bij de studentenvereniging Vindicat heeft. En wonen in Harbers, dames en heren, dat moet je niet willen. Is toch zo? Anyway, in Nederland wonen op dit moment ongeveer 400 kinderen, of noem ze jonge mensen, als Nemmer. Die zijn of hier geboren of wonen hier langer dan 5 jaar en zijn uitgeprocedeerd. Dus, nope, geen verblijfsvergunning. En dat betekent dat Nederland zegt, ai, jij en je dikke poenani, die worden het land uitgezet. En je familie ook. Terug naar het land waar jij of je ouders vandaan komen. Zoals volwassenen op Facebook die altijd lid zijn van een Facebookgroep die over tweedehands spullen ergens gratis ophalen gaat zo nice kunnen zeggen, terug naar je eigen land. Ja, en dat roepen ze, want zij denken ook van man, moet iedereen en zijn oma hier dan zomaar mogen komen wonen? Kun je vinden, prima. En het is ook belangrijk om streng te zijn in je regelgeving. Want als je mensen van welke leeftijd dan ook gratis verblijfsvergunningen gaat geven zonder regels, dan gaan mensen daar natuurlijk weer misbruik van maken. Maar kinderen hebben met dat soort politiek niks te maken. En ook niet met de keuzes van hun ouders. Of de dictatoriale trekjes van machthebbers in het voormalige thuisland van die ouders. En daarom is er dus het kinderpardon. Waardoor de staat kan zeggen, hey, jij bent een kind en hier heb jij een verblijfsvergunning. Om kinderen dus te beschermen. En dat is fantastisch. Hoera. Maar, je raadt het al, het werkt niet. Kut voor Nemmer dus. Sorry, pik. Dit is mijn vader, Ayat. Dit is mijn kleine broertje. Hier zitten we altijd en eten we en dat. En buiten hebben we de wc en de keuken. Oh ja. Ik slaap daarboven. Eerst sloep ik daarboven, maar nu hebben we geen ding om daar op de bed te leggen. Dus dan slaap ik hier met mijn broertje samen. Hier hebben we de make-up kamer, waar mijn moeder al het make-up doet. En hier hebben we een computer. Daar werkt mijn vader soms op. Dan doen ik en mijn broertje daar een spelletje op. Hier zit zijn kleine koffer. Wat zit er in die koffer? Mijn spelletjes. Oh, geheime spelletjes. En wat is dat ding daar? Een groen shirt heeft het aan. Oh! Weet jij hoe ze heet? Ja. Hoe dan? Oh nee. Die kerstballetjes hadden we eerst voor onze kerstboom. Vier je wel kerst? Ja. Oh. Ik dacht dat je islamitisch was. Ja, maar kerst gewoon leuk. En kerstboom met lichtjes. Hier zit onze foto. Mijn broertje was toen jarig. En hij had een Spider-Man pakje aan. En ik had een... Hier zit mijn bril, maar nu heb ik geen bril aan, want die is kwijt. Ik krijg er nog weer een nieuwe. Zie je nu niks? Ik zie wel iets. Hoeveel vingers steek ik op? 5, 4, 3, 2, 1. Even zitten nou. Ja. Goed rondje, goed voorstelrondje? Ja. Ik hoor jou zeggen, ik ben 9 keer verhuisd hier. Ja. Moet je elke keer een vriendje maken? Ja. Hoe is dat? Niet leuk. Waarom niet? Want als ik een nieuwe vriendjes maak, dan heeft het eigenlijk geen nut, want ik moet toch al over een jaar en een half weer weg. Dus dan moet ik allemaal weer afscheid nemen. Zin in, zeker? Nee. Je bent echt een grapje. Ja. Beter toch? Nee. Moet je niet grapjes maken? Nee, niet heel veel grapjes. Oh, soms grapjes maken? Ja, soms. Serieus op gesprek even? Ja, serieus. Oké. Okay. Maar nu hebben we dus het probleem, en daarom ben ik hier, ja, dat jij misschien naar Irak moet verhuizen. Ja. Weet je hoe dat werkt, of niet? Nee. Ik weet alleen als we... Dan komt er politie, dan pakken ze hun, terwijl ze aan het slapen zijn, en dan gaan ze weer hun brengen. Kan jou ook gebeuren? Ja. Daarom staat mijn moeder en mijn vader altijd heel goed wakker. Dus als mijn vader moe is en dan gaat hij slapen, dan gaat mijn moeder even wakker worden om te voorkomen dat ze niet ons slapend pakken. Echt? Ja. Ja, ja. Dus, ja, je moet altijd zitten, die ruim en gaan naar die kijken. Komen niet politie. Mijn vrouw is slapen. Ik ben zitten buiten. Ah. Oké. Okay. Ik nog geslapen, mijn vrouw gaat naar kijken. Je moet gewoon wisselwacht. Ja. Ja. Altijd? Ja. En niet alleen ik. Allemaal hier. Allemaal? Die hier gezien, locatie. Maar in principe kan het zo zijn dat jij dus, dat nu de politie komt en dat je naar de gevangenis moet? Ja. Niet naar de gevangenis, maar dat we opgepakt worden en dan brengen ze een speciale AZC. Ben jij niet hartstikke bang? Heel erg. Waar ben je eigenlijk het meest bang voor? Dat ze ons oppakken en dan terug naar ons land, want ik heb die land nog niet eens gezien. Ik ken daar niet, ik woon daar niet eens. En ik wil het ook niet zien. En daar zit heel veel oorlog en dat. Dus het is niet veilig voor ons. Daarom wil ik er ook niet naartoe gaan. Heb je wel eens over nagedacht hoe het zou zijn als je er wel heen moet? Nee. Dan denk ik in een paar minuten doodgeschoten. Nou, niet fijn. Nee. De heftige gedachte is dat? Ja. Ik heb alles geschreven en dat heb ik aan de koning gestuurd. Mijn vader heeft dat aan de koning gestuurd en dat heeft hij teruggestuurd. Maar lees eens even voor wat je aan de koning geschreven hebt dan. Majesteits koningin Willem-Alexander. Hoi, ik ben Nemmer. Ik ben geboren in Nederland 29 september 2009. Ik woon hier in Nederland 9 jaar. Ik woon in 8 AZC's. Ik moet bijna elk jaar of anderhalf jaar... 2 jaar naar een andere AZC. Ik vind het niet leuk. Ik moet altijd afscheid nemen van mijn vrienden. Waarom doen ze dit? Ik heb niets fout gedaan. Het is niet mijn keuze dat ik hier in Nederland gekomen ben. Ik ben heel erg moe. Ik hoop dat ik een eigen kamer krijg, net als andere kinderen. Ik hoop dat u mij kan helpen. Mijn ouders kunnen mij niet helpen. U bent de koning. Kunt u mij helpen? Groetjes, Nummer. Heb jij dat geschreven? Ja. Ja, hij Nummer is de schrijver. Waarom heb je dat geschreven? Omdat ik het niet leuk vind. Ik hoop dat hij me kan helpen. Ja. Allereerst wil ik jou bedanken voor je brief. Ik vind het knap dat je zelf een brief geschreven hebt. Ik vind het vervelend dat je steeds moet verhuizen en afscheid moet nemen van je vrienden. Ik begrijp dat je boos bent. Dat je steeds moet verhuizen had voornamelijk te maken met de verschillende procedures die je ouders hadden ingediend en werden afgewezen. En door die afwijzing moesten jullie de opvang verlaten. En daar kan niks aan veranderd worden. Hij gaat wel met de minister en dat praten. Ja. Dat gaat hij wel doen. Toch? Hij heeft de brief doorgestuurd aan de minister. Je hebt nu van de staatssecretaris een brief terug. En die legt eigenlijk uit hoe dit komt. Maar heeft niet zoveel geholpen nog. Nee. Maar je hebt nou boos gebeld. Ja. Wat we dus gaan doen is, jouw idee? Ja, naar iemand groter dan ons gaan en of die ons kan helpen. Ja, dat moeten we proberen. Oké. Dan gaan we dat doen. Ja. Spannend? Nee. Oké. Nou ja, mooi. Ik vind het een beetje spannend. Ja, toen ik hier eerst was, toen dacht ik, oh, wat moet ik nou zeggen? Ik vond het ook spannend bij jullie. Maar nu als ik er een beetje in zit, ja, dan vond ik het niet meer spannend. Nou, dat is duidelijk. Ja. Lekker makkelijk ben je. Nou. Zullen we voordat we dat allemaal gaan doen, even een stukje taart eten dan, toch? Ja. Huh? Je moeder heeft hem gebakken, ik wil ook niet asociaal zijn. Ja. Goed, weet je wat? Laten we anders eens kijken hoe het eruit ziet als je in Nederland geboren bent, maar uit Nederland gedonderd bent. Ja, waar kom je dan eigenlijk terecht? Nou, bijvoorbeeld in het pittoreske Kiev, de hoofdstad van het grandioze Oekraïne. Zoals bijvoorbeeld Maksim, Dennis en Arina, op die volgorde 14, 10 en 5 jaar oud. Zij zijn alle drie in Nederland geboren nadat hun Russische ouders 17 jaar geleden vanuit Oekraïne naar ons awesome landje verhuisden. Nou, en lang verhaal kort, er is van alles misgegaan en de afgelopen zomer werden de drie kinderen met hun ouders opgepakt, in de gevangenis gegooid en Nederland uitgezet. Zo, hartstikke idee naar Kiev dus, waar ze met z'n vijven op een slaapkamer moesten gaan wonen. Stond overal aan de krant. Kijk, hier. En hier, ja, je denkt, klinkt fucking vet deze situatie, maar dat valt nog best wel mee, hoor. Is het? Ja. Tim? Maxime. Hoi, Maxime. Hoi. Hoi. Ah. Goeiedag. Hallo. Vind je het leuk dat ik er ben, ja? Hallo, klein. Dit is jullie... Kamer. En alles, eigenlijk. Ja, alles. Ben je wel eens geïnterviewd voor camera? Nee. Nee? Wil jij ook mee? Nee? Nou, dat hoeft ook niet. Wij zijn zo terug dan, ja? Okay. Ja, even, we gaan even een beginshot maken. We moeten even een mooi muurtje hebben. Zullen we dit proberen? Okay. Allerlangst maken. Hey, jullie zijn boos, hè? Ja. Hoe, wat vind je eigenlijk van de situatie? Echt een super rare situatie. Ik begrijp heel weinig van wat er hier gebeurt. Is goed. Jullie zijn een uitgezet gezin. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Niet echt fijn. Nee, dat begrijp ik, ja. Wat is er niet fijn, hè? Ja, je wordt gewoon een soort van uit je eigen land, een soort van geschopt. Voelt dat zo, ja? Ja. Die politie die kwam naar jullie huis, ja? Ja. Die heeft jullie gearresteerd. Ja. Mocht je toen nog spullen meenemen? Nee, niks. Helemaal niks? Je hebt wel vrouwen gezegd, dat pak wel gewone spullen, welke voor 24 uur heb je nodig. Waar zijn jouw spullen, jouw kleding en speelgoed dan? Mijn speelgoed is daar, maar ik had geen kleding mee. Helemaal niks? Ja, ik had gewoon thuis aangekleed en daar was ik bijna een hele week aan. Ook zelf de onderbroek? Ja. Gadver. Goor. En toen moesten jullie naar de gevangenis. Hebben jullie even gezeten in Zeist? Ja. Hoe was dat? Fijner dan hier. Meen je dat nou? Hoezo? Dat is tenminste in Nederland. Ja. Dus je zit liever in de gevangenis in Nederland dan hier? Ja. Gewoon omdat het in Nederland was? En hadden jullie nog een soort van hoop dat jullie mochten blijven? Of wist je al, ik moet eruit nu? Nee, we hadden nog hoop. Ja. Nee, ik denk dat we wel een kans hebben om nog terug te gaan. Maar ik heb nog niet gedacht hoe ik hier nog ga leven. Nee. Daar ben je eigenlijk nog niet. Nee, ja. hun snapt wel nog niet helemaal niet. Voor hun is wel, voor mijzelf, net al een beetje nachtmerrie. En wakker elke dag, ja, bijna dat vraag. Ja, mama, wanneer mogen wij naar huis? Ja. Het is ook wel een beetje chaotisch, omdat hun zitten toch wel een soort depressie. Het is ook wel, maar zitten bij kinderen iets anders dan bij volwassenen. Voelt dat zo, depressie? Voelen jullie je heel de dag naar? Ja. En hoe komt dat dan? Dat weet ik niet. Heb jij iets met Kiev? Ben je wel eens geweest in Kiev hiervoor? Nee. Spreek je eigenlijk Oekraïens? Nee. Weet je iets over dit land? Nee. Ken je mensen hier? Nee. Heb je wel eens nagedacht voordat je hier teruggestuurd werd over Oekraïne? Nee. je het leuk? Nee. Weer terug? Ja. Ben je verdrietig? Een beetje. Kan je nog lachen? Een beetje. Daar zit hij. Na 4 jaar hardcore procederen zitten jullie hier nu. Wat is daar nou fout gegaan? Wat is hier gebeurd? Ja. Ah, het is wel moeilijk te zeggen om als iemand schuldig te geven. Wie zijn wel de schuldig? Maar kinderen zijn wel zeker nooit wel schuldig was. Nee. Ik heb wel, misschien heb het wel ergens ooit fout gedaan. En misschien niet op tijd wat is wel voor hun is wel geregeld. En zoals wat? Wij dachten dat wij goed gedaan, gewoon we hebben ons best gedaan wat wij kunnen doen. Maar dat is ook een probleem, want in 2014 in Oekraïne oorlog begonnen. En precies in het gebied waar wij gewoond, in Donetsk. Ja. Dus dat is was ook punt. Toen wij zeggen, kijk eens, dat is onzin om wij daar terug, want dat is burgerlijke oorlog. En dat is te gek om kinderen ook mee daar terug. Ja. En toen wij hebben ook asiel gevraagd. Heb je wel eens gedacht, shit man, moet ik in deze situatie wel 3 kinderen nemen? Ik denk dat komt toch wel opeens, wet gaat wel onze richting toe. Ja, of niet de richting van onze kinderen. Ja. En wij krijgen toch wel, niet wij, ik hoop wel dat kinderen krijgen wel verblijf voor hun. Ja. Voelen jullie je schuldig over iets? Nee. Helemaal niet. Wij hebben echt waar, wij hebben allemaal recht en goed gedaan en eerlijk en open in Nederland toen gedaan. Ik weet niet wat is schuld, dat wij gewoon wit werken. Want ons probleem was het, jullie gaan elke keer opnieuw procedure beginnen. Ja, ja. Maar dat is gewoon ja, legaal, zeg maar. Even een korte ontstaansgeschiedenis van het kinderpardon, belangrijk. Dat is er niet altijd geweest, het kinderpardon, zoals we dat nu kennen. Maar dat is zo'n beetje begonnen, de opkomst van het kinderpardon in 2012. Toen had je nog het kabinet Rutte 1. Dat bestond uit VVD, CDA en werd gedoogd door de PVV. In principe stond er toen nog niks in de wet wat iets kon betekenen voor jonge mensen die langer dan 5 jaar in Nederland waren en hier dus wilden blijven. Het enige wat je kon krijgen van de overheid was bijvoorbeeld kaartjes voor een voetbalwedstrijd. En ik krijg een mededeling mee van Henk. Ja. Als je moeder meewerkt naar pees. Nee, mooi niet. Als je mee wilt, dan mag ik maar verder. Oh, oké. Nou, toen kwam er dus een nieuw kabinet en dat ging bestaan uit de PvdA en de VVD. Die liggen heel ver uit elkaar, maar die konden toch tot een feestje komen. Alleen, zei de PvdA, dan willen wij dus wel wettelijk vastgelegd een kinderpardon. En dat kwam er en daar was de PvdA heel erg blij mee. Hij kan er daadwerkelijk voor zorgen dat enige honderden kinderen en hun gezinsleden een verblijfsvergunning krijgen. Maar dat was niet helemaal het geval, want de andere helft van de regering bestond uit de VVD. En die vonden dit allemaal net iets te makkelijk. Die zeiden eigenlijk, nou goed, dat kinderpardon is er, maar wij hebben wel nog wat mitsen en maren. Bijvoorbeeld dat niet iedereen zomaar, ook als je hier 5 jaar bent, opeens mag blijven. Dit is een hele gekke ding. Dit komt erop neer dat als ik mij niet aan de regels houd en niet onmiddellijk door de politie wordt bekeurd, dat ik dan voortaan altijd die regel mag overtreden. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dan kan ik dus permanent te hard rijden, want ik ben op een of andere manier nooit gepakt met dat te hard rijden. Oké, de VVD heeft dus gezegd, het is allemaal goed, dat kinderpardon, maar we zijn ook een beetje bang voor misbruik. Misschien gaan mensen wel extra lang procederen, zodat ze hier 5 jaar zijn en dus automatisch mogen blijven. Misschien nemen ze wel expres kinderen, zodat ze hier na 5 jaar automatisch mogen blijven. En daarom hebben ze gezegd, nou, je kan in aanmerking komen voor dat kinderpardon, maar dan wel een aantal voorwaarden die te stellen. Bijvoorbeeld, de ouders van een kind mogen nog niet in aanraking zijn geweest met de politie of geen oorlogsmisdadigers zijn. En dit is de meest opvallende, en daar komen we straks nog even op terug, het meewerkcriterium. Onthoud dat even. Meewerkcriterium. Meewerkcriterium. Duidelijk, mooi gek. Gaan we nu door naar de 16-jarige Kingsley. Woont nu in de Amsterdamse Bijlmer, maar werd ooit geboren in Italië. Omdat zijn ouders daar vanuit het toen heel arme en onveilige Nigeria heen waren gevlucht. In Italië werd Kingsley ziek. Voor betere zorg reisde de familie naar Nederland. En nu, na 7 jaar hier wonen, wil de staat dat Kingsley gaat wonen in Nigeria. Even een leuk feitje voor de sfeer. Kingsley is nog nooit in Nigeria geweest. Helemaal lekker gaan. Hoe heet je? Kingsley. Hoe oud ben je? 16. Jij bent boos? Ik ben boos. Waarom? Nou, ik word gestuurd naar het land waar ik net ben geweest, naar Nigeria. Waar is thuis voor jou? Nederland. Wat is je grote droom? Ik wil fysiotherapeut worden. Heb je wel eens kanker gehad? Dat heb ik gehad. Hoe vond je dat? Nou, wat ik ervan vond, ik weet niet. Ik vond er niet echt iets van, want ik was nog jong, dus ik wist niet wat er aan de hand was. Is het een aanrader? Nou, zeker niet. Echt zeker niet. Er staat hier pleister. Ik weet niet waarom. Oh ja, waarom heb je een pleister op jou? Nou, normaal heb ik een prothese en doe ik een bril. Op een gegeven moment hebben ze me geen nieuwe meer gegeven, omdat ik niet legaal ben. Dus dan doe ik gewoon een pleister overheen. Een beetje meer zelfvertrouwen. Jij bent... Waar ben je eigenlijk? Ik ben Nigeriaans, maar ik ben geboren in Italië. Ja. De status van jou is dat jij ongedocumenteerd bent, hè? Ja. Ja. En wat houdt dat precies in? Dat houdt precies in dat je eigenlijk... ze zien je als illegaal, zeg maar. Dus je hebt geen recht eigenlijk om in het land te wonen. Dus je eigenlijk weer terug moet gaan naar het land van herkomst. In mijn geval Nigeria, maar ik bedoel... Hoe erg kom ik van Nigeria eigenlijk? Ja. It's next Thursday. Yeah. We're going to court. Yeah. With you. Yeah. What are you going to discuss over there? Yeah, we are going to discuss about for them giving us residence. Yeah. For him to stay in Holland. Yeah. To continue his education and his medical treatment in Africa, especially Nigeria, the one I know. They don't have the facilities. They don't have the instrument to take care of him. Je hebt kanker gehad en dat zat in je oog, achter je oog? Achter mijn oog. Ja. Maar je bent dus nog wel onder controle, yes, hier in Nederland. Yes. Ja. Heeft dat nog... Does it influence the process? Je zou positief invloed moeten hebben, maar ik bedoel... De advocaat van de IND, ja, die zei van... hij is onder controle, maar hij is nu niet... je kan hem niet verklaren als in gevaar, zeg maar. Zou hij binnen 3 maanden de medische noodsituatie kunnen staan? In mijn geval... zou dat niet hoeven, maar het betekent niet dat er niks zou kunnen gebeuren. Nee. Ik bedoel, af en toe ga ik op controle om mijn hart te checken, want er kunnen hartafwijkingen ontstaan door de chemotherapie. Die heb je gehad? Ah ja. Ja. Dus het is eigenlijk compliceerder dan IND doet vermoeden? Precies. Oké, okay. Dus eigenlijk willen ze nu een ex-kankerpatiënt die hier al 7 jaar woont, naar Nigeria sodomieten. Dat is eigenlijk wat je zegt. Precies. Klinkt sympathiek, hè, Marij? Ja, zeker. Wel, hè? Ja. Wat zou je nou te doen? Ik naar buiten kijken. Hoe ziet jouw leven er nu uit hier? Ik weet niet, ik is gewoon... Door 1 oog gezien. Ja, ik zie alles gewoon... is in 2D. Ja, klopt. Het is gewoon een normaal leven. Ik bedoel, ik ga naar school, ik heb vrienden. Voel je een Nederlander? Ja. Ja. Is het überhaupt een vraag in jouw hoofd? Nee. Ik heb zelf Nederlandse humor, denk ik. Hoe is dat? Ik weet niet, ik heb gemerkt dat zeg maar, mijn vrienden weer Amerikaanse films kijken. En ik merk dat ik bij Nederlandse films gewoon echt... Ik vind het gewoon grappig, ik weet niet waarom. Gewoon die grapjes die... Mensen kijken me af van waarom vind je die grappig, maar ik vind het gewoon echt grappig, ik weet niet. Alleen Nederlandse films doen dat met mij. Je mag ook blijven als je Nederlandse humor gewoon stom vindt. Ja, ik weet het, maar ik bedoel... Je hoeft dat niet te verzinnen nu. Nee, niemand vindt Nederlandse films echt leuk. Ik vind ze echt leuk. Ja, maar ik denk ook omdat jij maar met 1 oog ziet. Dus dan zie je net al de kut, zo je niet. En nu? Nu? Ja, nu wachten op donderdag in Rijksoverheid. Weet je dat die waterpomp hier zit? We lopen hier gewoon eens een keer langs en dan zagen we de pomp. En ben je al gewend aan... Nee, ik ben hier pas de 2e keer. Mijn broer loopt alleen elke dag. Ik doe dit niet. Klaar. Wat doen jullie eigenlijk verder zo overdag? Te niksen. Het enige wat ik kan doen is bijvoorbeeld een potje kaarten spelen met mijn broer of iets gaan tekenen. De hele dag? Ja. Jij ook? Hebben jullie al vriendjes hier? Nee, ik niet. Maar jullie moeten hier op een gegeven moment ook naar school. Ik had hier wel vriend, maar die is wel groot. Kan je daarmee praten? Een heel klein beetje. Ja? Ja. Want er zijn een paar woorden die ook Russisch zijn. En jullie spreken wel Russisch? Ja, dat spreek ik wel. Oké. Laten we gaan. Wat doet het nou hè, met het brein van kinderen als ze al het gevoel hebben van elk moment kan ik weer, moet ik terug, moet ik uit dit land wegkomen, ik word uitgezet. En dan blijkt dat zelfs de threat, die dreiging al van die uitzetting, enorm stressverhogend werkt. Dus je krijgt een combinatie van het feit dat je naar een nieuwe omgeving moet waarvan je niks weet, dat je een top aan angst hebt. En dat het vaak nog een omgeving ook is die verarmd is, die helemaal niet meer overeenkomt met waar je nu hier vandaan komt. We gaan een spelletje doen. Als je even op bed wil gaan zitten, het werkt als volgt. Ik geef jou 1 woord. En jij moet dan zeggen wat je daarvan vindt, bij voelt of het eerste wat je denkt. Ja. Nederland. Thuis. Ons land. Oekraïne. Slecht gevoel. Hij wil niks. Hij wil alleen maar slapen. De eerste 2 weken, hij is wel 10 uur ochtend wakker en 8 uur s'avonds echt in bed liggen. En dat wil echt niet meer wakker, dat Maksim. School. Leren, vrienden. Missen. Mijn huis. Vertel eens wel eens hoe ze zich voelen aan jullie. Nee, er is wel bijna geen vragen, omdat hij is wel bang om het antwoord van mij duidelijk antwoord te horen. Ja, want het antwoord is? Dan... Het is zeg het maar van land, van eigen land uit. Jouw land, jij wil jou echt niet meer hebben. Dat Maksim is wel echt dat puur Nederlandse kind, vind ik. Ja. En Dennis ook. Toekomst. Niks. Ik vond niks. Wat maakt jou bang? Wat ik hier... Moet blijven wonen. Waar word je blij van? Stel nou dat je kinderen hebt met een bijzondere ontwikkeling. Dat systeem is al kwetsbaar. Je past je niet meer zo makkelijk aan. Bijvoorbeeld een kind met autisme heeft in het algemeen gesproken een heel hoog risico extra, juist om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen. Om je in te voelen wat er bedoeld wordt in dat andere land of in een andere cultuur. Dat hele systeem is voor zo'n kind wellicht nog veel moeilijker. Maxime. Ben je er nog? Gaat het? Ben je oké? Autisme? Eigenlijk wel. We hebben niet gediagnosticeerd speciaal, omdat dat moeilijk daarna, dat zegt alleen maar speciaal onderwijs. Ja. Maar eigenlijk we zitten wel een soort autisme. We zijn vanaf, dat wist ik niet. Ja. We zijn vanaf 4 jaar met hem te bezig, echt altijd oogcontact. Dat is wel super moeilijk. Ja. En de rest van de dag ging wel goed, hè? Het is wel goed. Ja. Ja, autisme. Dat vraagt om een speciale regeling, zou je zeggen. Toch? Net als kanker bijvoorbeeld. Een kind dat nog steeds onder medisch toezicht staat omdat hij kanker in zijn oog had. Die laat je toch wel hier? Nou, niet volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst, ofwel de IND. Want die willen Kingsley gewoon weg hebben via de rechter. Oké, prima. Maar dan gaan wij wel mee naar de rechtbank. IND. IND. Onthoud ons even. Wat ga je doen vandaag? Vandaag heb ik een rechtszaak. De rechtbank van Amsterdam. Ja. Ja, vandaag gaat het gebeuren. Waar gaat die rechtszaak over precies? Nou kijk, het ding is, we hadden eerst een rechtszaak, vorige keer. Die hadden we gewonnen. Ja. Maar IND is in beroep gegaan. Ja. Dus ze waren het niet mee eens. Want IND wil per se dat jij het land uitgaat. Ja, yes, precies. Ja. En wat zeggen zij dan? Waarom? Ze zeggen gewoon van, zag je meestal in onze situatie ontstaan binnen 3 maanden, dus... Het zijn eigenlijk 2 sporen. Je woont hier al een tijd. Dat zou genoeg moeten zijn, toch eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. En je hebt de achtergrond met je kankeroog. Klinkt wit anders. Ja. Sorry. Toen je vanmorgen opstond, wat dacht je toen? Het leek alsof het gewoon negatief begon zo. Dus ik werd al wakker gemaakt en toen dacht ik van ja, ik heb nog een rechtszaak. Dus ik moet even mentaal voorbereiden. Ja. Hoe doe je dat? Gewoon muziek. Dan maak je gewoon mentaal klaar voor. Het is gewoon alsof het snel voorbereid voor een wedstrijd. Ja. Zo voelt het eigenlijk. Een spannende wedstrijd waar je weet dat het ligt niet gelijk goed. Het is niet zeker dat je gaat winnen zo. En de prijs kan zijn in Nederland blijven en als je verliest, dan moet je gaan. Ja, precies. Het is een grotere prijs, denk ik. U zegt eigenlijk allebei, ja, we kunnen niet terug naar Italië en we kunnen eigenlijk ook niet terug naar Nigeria. De dood, die loopt hem achter de hielen. Hij wordt gemonitord door artsen, dat hebben we in Nigeria niet. Ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat in deze zaak het zwaartepunt heel erg zit bij vooral het opgebouwde privéleven van Kingsley en daarmee verband houden ook zijn medische situatie, toch? Ik besef best dat meneer al ruim een tijd hier is en dat hij weer naar school gaat en zijn vrienden zal hebben. Maar dat is niet voldoende om een vergunning te krijgen. Ik zou gewoon het meest willen dat het mij gewoon wordt gegund om hier een leven op te bouwen. Dus als je dan gaat weten van wat is er in Italië geweest, wat is er nu geweest, dan denk ik toch dat de weegschaal meer richting Italië uitslaat dan naar Nederland. Ja, dan zijn we echt tot een einde gekomen. Dat betekent dat ik het onderzoek sluit en dan zal uitspraak volgen over 6 weken. Maar hoe, kijk, dat zijn maar zo'n zaak als deze, dan zeg je op een gegeven moment terug naar land van herkomst, et cetera. Terwijl dat niet voor hem zijn land van herkomst is. Ja, maar en het wordt terug. Als hier terug ergens staat, dan is dat in dit geval, denk ik inderdaad, ja, een standaard tekst. Ja, dat is toch gek eigenlijk? Nee, dat is toch gek? Dan is dat de beslisser had dan alert moeten zijn op dat hier terug niet speelt en had dat die tekst moeten hervormen. En is dat dan iets wat hij had moeten regelen of iets wat jullie hadden moeten zien? Een besluit is van ons, hè? Ja. Maar ik ken niet alle letters van ja, dat hele dossier. Het was, ik zie ook wel dat er persoonlijk heel veel problemen kunnen spelen en dat dat heel ja, schrijnend in sommige gevallen is. Maar ja, ja ik ben een uitvoerder, ik werk voor een uitvoerende instantie, dus ik moet houden aan wetten en regels. Ja. En als we het niet eens zijn met hoe die wetten en regels zijn, dan moeten we bij de Tweede Kamer zijn. Je zag zojuist een advocaat van de IND die niet wist dat ze gefilmd werd en per ongeluk toegeeft dat ze toch niet elk lettertje van Kingsley's dossier kent. Oké. Spannend idee. Dus wij IND mailen zo van hi, fucka homeboys, kent elke advocaat bij jullie elke letter van elk dossier gewoon? Zei ze van, ja man niffo, kijk hier, mailtje, alles, boom. Maar is dus niet zo. Nou, dan weten jullie dat. Dan even over de rechters hier in Nederland. Zij gaan dus over het toekennen van een verblijfsvergunning. Of niet, want ze doen het ook vaak niet. Kan gebeuren. Maar wanneer kom je dan voor de rechter? Het werkt zo. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je bij de IND een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning. Als je die niet krijgt, dan mag je in beroep gaan en komt je zaak voor de rechter. Of andersom. Als de rechter zegt, is goed joh pikkie, hier heb jij een verblijfsvergunning, jij mag blijven. Dan kan de IND ook weer een procedure aanspannen. Oh. En zo kan het dus jaren doorgaan. En weet je wat de grap is? Komt-ie? Ja? Let op. Omdat de regels zo streng zijn, mensen en kinderen geen verblijfsvergunning krijgen en omdat iedereen door die regels van de IND blijft procederen of omdat de IND zelf blijft procederen, zitten die kinderen dus hier mega lang in Nederland. Nou, deze stress en een eventuele uitzetting beschadigt dus de hoofden van die kinderen. Toch, professor? Ja, het is te evident gewoon dat dat eigenlijk geen vraag is. Medium grapje, I know. Hoe dan ook, dit alles komt dus door die strengere regels in de definitieve regeling met als grootste boosdoener het meewerkcriterium. Ja, en daar willen we het nog heel even over hebben. Hi. Hey, we gaan het hebben over het meewerkcriterium. Ja. En je krijgt te maken met het meewerkcriterium als je in aanmerking wil komen voor een kinderpardon. Ja. Nou, dat kinderpardon wil je natuurlijk weer, maar dat is een van de manieren om een verblijfsvergunning te krijgen. Precies, ja. Nou is de vraag natuurlijk, wat is nou precies dat meewerkcriterium? Nou, omdat dat best wel ingewikkeld is, veel om het lijf heeft, veel oude mensentaal, bedachten we... Wat gaan we doen? Een spelletje spelen. Een spelletje spelen. En aan de hand van dat spelletje gaan we dus uitleggen hoe dat meewerkcriterium werkt. Wat hebben we daarvoor nodig? Kinderen. En? Lollies. Lollies. Want deze lollies, dat is het allerbelangrijkste in het leven van een kind. Ja. Zullen we het gaan doen, normaal? Ja, is goed. Oké. Zin in kinderen. Trouwens, lieve kinderen. Eigenlijk wil ik dat ze allemaal het land uitgaan. Maar kregen we niet voor elkaar. Dus nu regelen we dat degenen die weg moeten mogen blijven. Anders is het ook zo oneerlijk. Hallo. 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 Hi. Wie houdt er van lollies? Ik. Ja. Wie wil er zo'n lolly? Ik. Wie wil er heel graag zo'n lolly? Ik. Ja, wie vindt dit het allerbelangrijkste in zijn leven en wil een goede toekomst? En dat kan alleen, als je deze lolly krijgt. Ik. Wel, hè? Okay. Ja. Nou, jullie kunnen zo'n lolly krijgen, maar op één voorwaarde. En die voorwaarde is dat jullie zo'n contract tekenen. Ik zal er eentje bijpakken. Waarop staat... Ik wil geen lolly. Maar ik wil wel een lolly. Ja. Ja, jij wil wel een lolly. Ja. Pak maar contract. Heeft iedereen zijn contract getekend? Ja. Ja. Nee, jullie allemaal geen lolly. Jawel. Wel. Je zegt dat je geen lolly wil. Hou op. Ja. Ja, maar jij zegt net dat dit de enige manier is om wel een lolly te krijgen. Ja, dag. Ja. Jij zegt dat je geen lolly wil. Ja, maar... Alleen Olaf niet. Nou, waarom zijn we dat? Nou, zo werkt het dus wel. Als je in Nederland in aanmerking wil komen voor een kinderpardon... en dat wil je natuurlijk weer voor een verblijfsvergunning... dan krijg je te maken met het meewerkcriterium. En een van de voorwaarden om dat kinderpardon te krijgen... zodat je dus in Nederland mag blijven, is zeggen... ik werk mee aan mijn uitzetting. Dat is net het omgekeerde eigenlijk. Ja. Eigenlijk is dat het omgekeerde, ja. Ja. Dat is heel dom. Ja, nou, ja. Lolly? Lekker. Asje? Dank je. Hey, luister nou, Nemmer. Dit spelletje met lollies ging dus over jouw leven. Ik hoor je 8, bijna 9-jarige hoofd ontploffen. Zo van, wat? Nou kijk, stel je ouders zijn gevlucht uit Irak... want die waren daar niet veilig in. Wat voelde als wonen in herpes. Wilden je ouders niet, dus je ouders hierheen. Kids krijgen, jou bijvoorbeeld en je broertje. Je ouders helemaal voldoen aan de voorwaarden voor een kinderpardon... met kinderen en alles. Kan je lullen wat je wil, maar is wel zo. Ja, toch? Ja. Zij aanvraag doen bij de IND voor om hier te blijven... want Nederland is veilig wonen, bleek na een SOA-test. Zegt de IND opeens tegen je pa, maar Irak is veilig, G. Jullie moeten terug. Met de kinderen. Nou, en dat ben jij dus, Nemmer. Terwijl jij hier geboren bent en al 8, bijna 9 jaar hier woont. Jij moet naar Irak. Nou, jij en je ouders denken dan... Ja, maar wacht eens even. Ik ben daar helemaal niet veilig. Hier, kijk nou, pik. Jullie zeggen zelf op de site van Rijksoverheid... dat er nog allemaal terroristische aanslagen zijn. En gebieden waar je niet mag komen. En jezelf moet beveiligen. Ik wil niet dood. Ik wil kerst vieren en stroopwafels eten in Nederland... tussen de koeien en windmolens. Klinkt als een logische discussie met de IND. Maar, zodra je dat doet... heb je dus niet meegewerkt aan je eigen uitzetting. Nemmer. En dan moet je dus sowieso weg. Kortom, wat jij moet zeggen tegen de IND is... Ait, Irak, lid. Zin in, geen vliegticket. Anders gezegd, of je even met de overheid mee wil liegen, Nemmer. Probeer gewoon even je best doen. Hé, Nemmer. Ja? Waar zijn we eigenlijk? In Den Haag, bij de Tweede Kamer. Ja. Ik zie het, ja. Ik ben al heel vaak geweest. Jij? Nee. Maar jij zei vorige keer zelf al, weet je wat we moeten doen? We moeten... naar de Tweede Kamer gaan. Want? Want waar moet ik eigenlijk weg? Dat wil ik heel graag weten. Van wie wil je dat weten? Van de baas van Nederland. Ik geef jou gewoon de mic. Ja. En dan mag je zelf die vragen gaan stellen straks. Oké. Er is één probleem eigenlijk. Welke? Nou, namelijk, we moeten een ID-kaart hebben om binnen te komen. Maar jij bent natuurlijk officieel geen Nederlander. Dat is wel waar. Ja, heb je een ID-kaart bij je? Ja. Hier zet je jouw naam op. Nummer onbekend. Misschien kom ik niet uit de aarde. Ah, kan toch? Dat je een alien bent. Nee. Maak maar een grapje. Even teammeeting. Marije, kom eens. Het kan zijn dat we een probleem hebben als we binnenkomen. Ja. Wij nemen wel vaker mensen mee, maar dan zeggen we altijd bijvoorbeeld, die werken bij ons. Ja. Een stagiair. Ja. Iedereen trapt daar al 1,5 jaar in. Maar jij bent 8, bijna 9. Ik ga natuurlijk zeggen, wat doet hij nou hier? Wat wordt dan het verhaal? Voordat je weer naar buiten geschopt wordt. Ik denk dat jullie me aan het helpen zijn. Gewoon om YouTuber te worden. Dat is toch goed? Om YouTuber te worden? Ja. Dus dat soort stage loopt? Ja. Best een goed idee eigenlijk. Ja, best leuk. Hè? Ja, ja. Dat is heel erg grappig. Ja. Ja. Kom, zullen we gaan naar binnen? Ja. Oké. Okay. Hebben we geen partypoppers? Nou nee, als we in de Tweede Kamer een partypopper laten knallen... Ja. Dan weten we zeker dat jij het land uitbloedt. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, wat je ook doet vandaag, geen partypoppers of Allahu Akbar roepen. Oké. Heb je zin in? Ja. Ik had ook in de jeugdjournaal gezien dat er mensen zeiden, we gaan je pijn doen. Ja, en toen ging die naar een geheime plek en niemand weet het. De minister? Ja. Ja, dat waren ook weer domme mensen, hè? Ja, heel domme mensen. Ja, zo moet het ook weer. Misschien is het ook goed door even te zeggen dat we niet ministers moeten gaan bedreigen. Ja, geen ministers bedreigen. Deze, hè, dan? Ja. Ja, toch? Ja. Doe maar hoor, mag gewoon bij ons. Waarom doe je dat nou? Ik had toch gezegd dat je braaf moest zijn? Ja, jij zei dat. Je moet sympathie opwekken. Ja, dat doe je ook niet. Jij bent vandaag onderdeel van ons team. Ja. We hebben 1 regel. Ja. Nooit bang zijn voor iemand. Ja. Al is hij de baas van Nederland, al heeft hij grote bek. Nou, wachten we even op meneer Dijkhoff. Die staat daar. Ja. Dag meneer Dijkhoff. Hoi. Hoi. Nou Nemmer, Nemmer had een vraag. Hoort bij ons programma. Stel hem maar. Waarom? Wat gaat er gebeuren met de 400 andere kinderen? Ja. Die 400 andere kinderen? Ja. Nou ja, die mogen eigenlijk niet in Nederland blijven. Waarom niet? Omdat ze daar geen vluchtelingen zijn en geen recht op hebben. Nee. Waar ben jij geboren? Nederland. Nederland. Hoe lang geleden? 9 jaar. Dan is het natuurlijk de vraag, waarom zou hij nou naar Irak moeten? Ja. Omdat het in Irak niet zo onveilig is dat je daar niet zou kunnen leven. En ik snap dat het heel vervelend is, omdat je natuurlijk hier vriendjes hebt en op school hebt gezeten. Kunt u me helpen? Nou, ik kan het niet beslissen, dus dat is lastig. De PvdA is een voorstander van kortere procedures en een ruimere uitlegging van het kinderpakket. Ja, ja en dat begrijp ik. Dus de oplossing zou zitten in korte procedures. Het is echt niet zo netjes. Nee, het is ook niet netjes. Maar de situatie is ook niet netjes. Daar ben ik met je eens. Nee. Maar... En ik hou ook niet van netjes. En daar kom ik ook niet voor. Ik kom ervoor dat hier een jongen van 9 staat die naar Irak gedonderd wordt. Dat is niet netjes. Daar ben ik ook met je eens. Okay. Maar dat vind ik dus we gaan die discussie niet voeren. Leg maar uit aan hem dan. Wat we kunnen doen als de PvdA zegt, luister, wij zitten in de oppositie, we kunnen even niks doen. We zijn inderdaad in de oppositie, dus we kunnen niet beslissen. Nee. We kunnen alleen ons werk goed doen in de Kamer. Oké, nou dan is dat het. Wat gaat er nu voor hem gebeuren? Voor kinderen zoals hij, die andere 400? Ja, je kan niet zeggen kinderen zoals jij. Want er zijn heel veel kinderen, ook uit andere landen. Landen waar het geen oorlog is. Landen waarvan wij zeggen, ja, we vinden het leuk als je hier komt. Maar het is niet de bedoeling dat je hier blijft wonen. Nou, Irak is een moeilijk land wat dat betreft. Ja. Hè? Ben je er geweest geboren? Nee. Ook niet geboren? Nee. Nou, ja, kijk eens aan. Hij is hier geboren. Wat denk jij dat er gebeurt als je naar Irak gaat? Dood. Ja. Ja. Ja, dus? Ja, ik denk dat je toch even voor wat er in zo'n kinderhoofd gebeurt. De weging van de rechters en van ons is dat het niet zo onveilig is. Als u bijvoorbeeld mij was, dan vindt u het ook niet fijn. Door anderen en niet door mij is bepaald dat het kan. Niet door mij. Wat doet de rechter? En nogmaals, de politicus, iemand als ik, moet niet gaan zeggen wat de rechter gezegd heeft klopt niet. Want dan moeten we stoppen met rechters. Werkt het? Nou ja, het jammere vind ik dat het natuurlijk in zaken als deze niet werkt. Dus zeg ik, je moet op het moment dat je hoort de uitspraak is negatief beseffen dat het uiteindelijk op dat moment terugkeer is. Ik ga proberen om genoeg partijen achter me te krijgen die zeggen voer het kinderpardon echt uit. En dan mag hij? Dan mag hij blijven. Net als die 400 anderen, net als Howick en Lili. Wil je me een box geven daarvoor? Lijkt me goed, hè? Maar goed, we zijn er nog niet. Het debat is van de week. Volgens mij, als u in de oppositie had gezeten, had u gezegd... ja, is inhumaan, kan niet, zetten we streep door. Wat ik kan doen, is heel goed met al die mensen die erbij betrokken zijn nadenken. En vooral ervoor te zorgen dat jij niet het slachtoffer ook wordt... van alle aandacht die sommigen misschien ook goed bedoeld voor jouw vragen. Er was een regel, de kinderen of de mensen die boven 5 jaar hier in Nederland zitten... die een huis krijgen. Dat was ook op televisie gepost. Ja, dat zou kunnen, maar dan moet je wel hier recht hebben om hier te zijn. En als een rechter heeft gezegd, sorry, we snappen dat u liever in Nederland woont, maar het is niet onveilig genoeg thuis, dus u moet naar huis. Ja, dan snap ik dat het voor jou niet als huis voelt, maar dan moet je met papa en mama daar aan je toekomst werken. Als ik daar naartoe ga, dan heb ik ook geen toekomst. Nou, ik denk dat wel kan en dat met papa en mama kunt bespreken hoe je dat moet. En ik snap ook dat je nu niet ziet hoe, want je bent in Nederland opgegroeid. Maar dat is wel hoe het is. Ja. Zo, goeie sfeer. En, interessant, wat Pechtold net zei. Goed, Pechtold is in deze niet meer heel relevant, omdat zijn stoffige neefje Rob Jetten nu fractiebazemans van D66 is. Rob is trouwens voor het kinderpardon, ja, maar heeft door Pechtold zijn ziel weg laten onderhandelen. Oké, kan gebeuren. Anyway. Pechtold zegt dus, ik hoop dat Nemmer en de rest van die koters niet meer in de media verschijnen. Of zoiets. Aan de ene kant begrijpen wij dat. Ik bedoel, ik vind rondzeulen met een camera en een kind moreel ten eerste niet fantastisch en het is pijnlijk. En daarbij, en dat gaat me heel erg aan het hart, het is ook vermoeiend. Kinderen vreten energie. Maar weet je wat nog kutter is? Het land uitgegooid worden waar je al je hele leven woont. En Rob, Jetteketet, we kunnen best voldoen aan de wens van je oma Pechtold als jij chef dat dat kinderpardon fatsoenlijk geregeld wordt. Deal? En anders zijn wij van die gore kutpers de laatste hoop voor deze kinderen. Bijvoorbeeld net als dat dingetje toen bij, hoe heette ze? Lili en Howick. Ja, weten we nog? Lili en Howick, hoe zat dat nou ook alweer? Nou, wij zijn al maanden bezig met deze documentaire. We hebben Nemmer gevolgd, Kingsley gevolgd, de kids van de familie Andropov gevolgd. Daar is wel veel over geschreven, maar het kinderpardon is pas echt weer groot nieuws sinds Lili en Howick. En Lili en Howick, dat waren kids die in Rusland zijn geboren met Armeense ouders. Toen ze 3 waren, kwamen ze in 2008 naar Nederland en eigenlijk horen ze al vrij snel in 2009... hallo, jullie mogen niet blijven. Dat wordt heel lang procederen. Op een gegeven moment wordt alleen de moeder van Lili en Howick uitgezet. Dat is een heel bijzondere situatie, dat zou nog nooit eerder gebeurd zijn. En vanaf daar wordt het eigenlijk een hele wilde rit. Bijvoorbeeld Lili en Howick, die raken kwijt. Staatssecretaris Harbers zegt, maakt niet uit, jullie moeten alsnog het land uit. Er volgt een klopjacht, de politie roept Nederland op, vind deze kinderen. Iedereen bemoeit zich ermee in de pers. Peter R. de Vries tweet erover. Nou, dan weet je het wel. Nou, er gebeurt heel veel en uiteindelijk zegt staatssecretaris Harbers, oké. Lili en Howick, jullie mogen blijven. En hoe dat komt, ja, de een die zegt het gaat om de veiligheid van die kids. De ander zegt ja, het is echt de druk van het Nederlandse volk. Nog veel meer mensen zeggen het was die tweet van Peter R. de Vries. Maar feit is, Lili en Howick mogen blijven. Dat is fijn. Maar dan zijn er nog 400 kinderen in Nederland. Wat gebeurt daar dan mee? En dat is ook een vraag die de politiek zich afgevraagd heeft. Lili en Howick laten als geen ander zien dat het tijd wordt voor een betere en snellere procedure. We moeten voorkomen dat mensen, en zeker kinderen, jarenlang in onzekerheid zitten. Vervang het zogenaamde tegenwerkcriterium door het meewerkcriterium. Dat meewerkcriterium moet juist voorkomen dat mensen zich verzetten tegen terugkeer naar het land van herkomst. En ik acht dat ook in het belang van kinderen. Het zijn niet de kinderen die verantwoordelijk zijn voor die ellendig lange asielprocedures. En daarom mogen zij er ook niet het dupe van worden. Ja, voorzitter, de actualiteit van de afgelopen week heeft haarfijn duidelijk gemaakt dat het Nederlandse vreemdelingenbeleid totaal failliet is. Liegen en bedriegen in asielprocedures wordt beloond. Illegaal verblijf in Nederland wordt beloond. Wat er ook gebeurt, de verblijfsvergunningen komen uiteindelijk toch wel weer. En dat kinderen het land van herkomst niet zouden kennen is geen reden tot vreemdelingrechtelijke bescherming en het verlenen van verblijf. De afspraak die over het kinderpardon is gemaakt, ja, die staat in het regeerakkoord en die ligt zo. En dat hadden wij graag anders gezien, maar dat is wel de politieke realiteit. Over het kinderpardon heb ik ook maandag aan de Kamer gemeld dat de regeling zoals die thans is in haar huidige vorm gehandhaafd blijft. Als dat meewerkcriterium, wat eigenlijk door de ouders wordt ingezet en waar het kind in principe die onder de ouderlijke macht zich bevindt niet mee te maken heeft, hoe rechtvaardig is dat dan? En kun je dan een kinderpardon nog wel een kinderpardon noemen? Die regeling blijft dus wat het kabinet betreft zoals die is. Maar niettemin wil ik wel graag dat we ook op dit punt weer eens een stap verder komen. Om die reden heb ik ervoor gekozen om een commissie te gaan instellen die zich even bezint op het in kaart brengen van alle aspecten die te maken hebben met langdurig verblijf van vreemdelingen die hier geen verblijfsrechtelijke status hebben en die ook na 1 of meerdere afwijzingen het land niet verlaten. Zo, dames en heren, u kijkt naar een strakke montage van de grote We praten over kinderen, maar helpen ze niet show. Politici die zich heel druk maken om kinderen. Blijven ze hier, moeten ze weg? We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat wij van BOOS een brief van de directie van de Tweede Kamer kregen. Nou ja, of we dus nooit meer kinderen of jonge mensen meenemen naar de Tweede Kamer. Want dat is niet de bedoeling. En anders zijn wij het dubbele punt aan nulletje. Sterker nog, zoals we BOOS politiek al 1,5 jaar maken, is vanaf nu verboden. Maar joh, kijk, we snappen het wel, maar hoe zou ik het zeggen? Ja, soms moet je hard zijn. En dus dingen doen die, hard zijn. Hoe dan ook, we doen dit al 1,5 jaar. En nu, bij dit onderwerp, worden we opeens op het matje geroepen. En mogen we in deze vorm dus nooit meer boos in de Tweede Kamer maken. De communicatiemeneer van de Tweede Kamer, die overigens heel aardig was, zei dat het niks met het onderwerp te maken heeft. Maar toch, bizar toeval. Toch? Ja, fijn. Als we niet meer langs mogen komen, moet bijvoorbeeld Dennis, ik noem maar iemand, uit Kiev, ik noem maar een plek, maar zelf aan staatssecretaris Harbers uitleggen: what the fuck is up? Dennis, wat wou je ook weer zeggen, pik? We zijn hier met 5 in een soort van groot kamer. En ik spreek hier helemaal geen Oekraïens en ik sta hier gewoon helemaal niks. Dit is gewoon niet mijn plek. En ik snap ook helemaal niet wat er gebeurt. Ik mis mijn vrienden. En ik wil weer terug naar Nederland, naar mijn eigen land. Oh ja, jij helpt al bijna weer. Ja, ik kom helemaal niet tegen. Nou, hier. Wat doe je dan? Godverdomme. Nou is staatssecretaris Harbers, dat moeten we even uitleggen, ja, de man die kan zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel kinderen, in Nederland mogen blijven. En ja, dat kan hij doen met zijn discretionaire bevoegdheid. Klopt. Ja, zo heet dat. Ja. Ik ben blij dat je het even bevestigt. Ja, zeker. En dat betekent eigenlijk in het kort dat hij kan zeggen: jij mag blijven, jij niet. Dat is zijn krabbel. Mm-hmm. Nou, dat heeft hij bijvoorbeeld bij Lili en Howick wel gedaan. En dan kan hij tegen al die 400 kinderen zeggen, toch? Tegen allemaal? Ja. Nou, we willen dan even weten, waarom doet hij dat nou niet? Nee. Hier heb je deze computer. Bedankt. Een beetje zenuwachtig. Ja, ook wel. Het is toch wel net anders dan een bedrijf. Ja, fucking ministerie. Ja. Helemaal kut. Helemaal kut. Hallo. Ik ben op zoek naar staatssecretaris Harbers. Of die even naar beneden wil komen. Dat kan ik helaas niet doen. Nee? Dat moet toch echt bij de persvoorlichter zijn. En mag die dan naar beneden komen? Dat is goed. Ik heb met mijn meldkamer gesproken. Die hebben gezegd dat jullie het algemene nummer van JNV moeten nemen. Oké. Okay. Ja, dit is in principe het nummer dat ik heb. Ja. 070. Ja. En dan staat de rest hierbij. Dankjewel. Hi, je spreekt met Tim Hofman van BNVARA. Hallo. Hi, hey, ik probeer een afspraak met meneer Harbers te krijgen over het kinderpardon. Hoe werkt dat? Wat gebeurt er? Waar zijn we? Waarom is dat? We gaan op al die verzoeken lopen gewoon even niet in. We hebben echt van alle programma's ongeveer al zo'n verzoek gekregen. Maar hoe kan dat dan? Want er moet toch gewoon een bewindspersoon zijn die zegt: ja, ik leg wel eventjes uit wat de stand van zaken is. En, ja, we hebben het AO uitgelegd. Moet je dat even terugkijken en daar fragmenten uit zien gebruiken. Oké, en als wij nieuwe vragen hebben, dan kunnen we die niet stellen? Hij mag altijd vragen stellen, maar hij is nu niet... goed, nee. Waarom ligt dit zo gevoelig dan? Omdat het al gepolariseerd is en allerlei verenigingen, clubs, mensen zich daar heel erg druk over maken. Maar er zijn toch heel veel dossiers gepolariseerd? Niet alleen immigratie en naturalisatie? Wij moeten nu gewoon concluderen dat... Maar dan krijg ik nu dus eigenlijk vanuit het ministerie: het onderwerp is te precair om veelvuldig over te praten. Nou, om het hele context goed uit te kunnen leggen. Ja, dus dan, dat is inderdaad wel een conclusie. En daar moeten wij het dan mee doen? Voor nu wel, ja. Oké, succes. Goed. Hoi. Godverdomme. Dat is raar. Ja, ik vind... Ik raak nu een beetje geërgerd. Ja, hè? Oké, even het hele, onze politieke loopbaan in dit document. Mm-hmm. Tweede Kamer, was een succes. Ja, zeker. Ja, maar... Ze vonden het niet heel leuk. Ze vonden het niet heel leuk. Nee. Dus daar kunnen we niet meer mee naar binnen nu op het Binnenhof. Nee. Toch? Dat is jammer. Nemmer mag niet meer mee. Nee. Meneer Harbers, staatssecretaris. Nou, die kan natuurlijk een kinderpardon uitschrijven. Hier heb je een check. Mag je blijven in Nederland. We hebben ze aan de telefoon gehad. Ze willen niet met ons erover praten. Van het ministerie. Nee. Want het onderwerp. Ja, het is een te lastig onderwerp. Ja. Te precair. Ja. Te gepolariseerd. Dus wij willen nog een oorkonde uitreiken. Ja. We zijn wel fucking boos natuurlijk. Als programma. En daarom hebben we wat leuks bedacht. Namelijk sta maar op. Tada! Onze sokkeloorkonde. Nou, dit ding is heel zwaar. Mm-hmm. En die gaan we dus ingraven. Toch, Joes? Ja. Staat er, Joes? Dat gaan we doen. Tegenover het Binnenhof. Ja. Bij de vijver. Bij die vijver, ja. We graven hem netjes in. Dat gaan we ook gewoon in vol ornaat doen. Ja. Hesjes. Ja. We zijn vandaag van de gemeente. We hebben pionnen om het af te zetten, afzetlint. Zo, je weet nooit wat er op je hoofd valt als je aan het graven bent. Alsjeblieft. Je moet even al je haar erin doen. Nee, ja, maar oké, luister. Stel nou we worden opgepakt, dan gaat het niet door. Maar ja, dit zit wel met camera erbij. Sommige kinderen dreigen uit het land gezet te worden en jij komt met dit. Ja, ja, heb je een zonnebril? Huh? Nee. Hey, Tim. Je moeder kijkt en je ziet eruit als een zwakzinnige dwaas. Dat weet je toch? Ja. Oké. We gaan dus die oorkonde nu planten bij de Hofvijver. Ongeveer het zwaarst beveiligde stuk van Nederland. Ja. Het is voor het goede doel, Marij. Natuurlijk. Voor het goede doel, voor het goede doel, voor het goede doel. 400 kids. Jongens, we zijn er al. Dit is het al. Is dit het al? Kijk eens, daar staat hij. Wel, dat gaan we nu namelijk doen. Oké. Nog niet beginnen met graven, want er komen 2 gemeentewerkers nu. Oh, dat is beveiliging. Voor de god. Die staan met hun rug naar ons toe. Ik lijk wel zo'n Greenpeace-activist. Nu is het wel vrij diep, hoor. Oh my god. Woe! Die staat met het groetje van BOOS. Ah ja, die even bij? Ja. Hebben we nog even het symbool, het kindersymbool. Oh ja. Zo. Heel mooi. Dijkhoff staat daar. Echt? We zitten naast de dijk. Kijk daar. Ja, kan je het zien? Zal ik hem er even bijtrekken? Zo? Ja, hij is nu aan het werk. Maar als hij klaar is, kan ik hem er even bijtrekken, toch? Dag meneer Dijkhoff. Hallo. Hoi. Hi. Luister, wij zijn bezig, nou, je weet het over kinderpardon. Ja, dat, nog steeds, absoluut. Ja. Nou hebben we daar een oorkonde neergezet. Dat hebben we altijd bij het programma BOOS. Wil je even meelopen met mij, alsjeblieft? En dan? Nou, dan kan ik hem een keer overhandigen aan een politicus. Maar de oorkonde zit daarin dan? Ja, nou, kom. Nee, er zit niks in. Het is ook niet gevaarlijk. Het is de echt fijn dat jullie kosten wat het kost je best doen om ieder kinderleven te beschermen. Ja. Maar dat moeten we hier nageven tegen een teringbende. Oh nee, geintje. Het kinderpardon zuigt eigenlijk harder dan dat je bijvoorbeeld hier geboren bent en ineens naar een ander land moet, waar je niemand kent en de taal niet spreekt. Oh, wacht, dat zuigt eigenlijk precies net zo hard. Een soort disoorkonde. Het is een soort disoorkonde, meneer. Nou ja, bedankt. Dan. Gaan we er nog wat aan doen? Want ik heb teruggezien, ik vond het een moeilijk gesprek vorige keer. Het was een moeilijk gesprek. Het is ook een moeilijk onderwerp. Ja. Zeker omdat de verantwoordelijkheid van de ouders sla je over. Ja, nee, dat zeg ik niet. Dat heb ik nooit gezegd. Nee, maar in het gesprek. Je eerste reactie misschien zegt, ja, kinderen die moeten hier altijd welkom zijn. Maar dat goede bedoelingen, dat betekent niet dat het altijd goed uitpakt. Daar heb ik ook niet gezegd. En een paar minuten doodgeschoten. En nu zijn er alsnog 400 kinderen de dupe van, of politiek geneuzel aan links, of politiek geneuzel aan rechts, of door naar ouders. Maar die kinderen zijn de dupe. En kan je dan niet zeggen, als staat nemen we verantwoordelijkheid daarvoor? Nee, omdat het nooit beperkt blijft tot die 400 kinderen die de dupe zijn. Ik zou gewoon het meest willen dat het mij gewoon wordt gegund om hier een leven op te bouwen. Dan zou ik ook zeggen, na 2 keer procederen is het afgelopen. Is dat wat de VVD dan liever ziet? Houden we mensen bij ons, dat we weten waar ze zijn totdat we ze uitgezet hebben. En wil ik harde afspraken met landen van herkomst, dat ze ze ook terugnemen. Dus je zit liever in de gevangenis in Nederland dan hier? Ja. Gewoon omdat het in Nederland was? Ja. Is het als mens moeilijk om dat te zeggen? Het gaat niet om dat of het voor mij lastig is. Voor die kinderen is het gewoon het ergst. Maar dat betekent niet dat als je het erg vindt voor kinderen, dat ik een oplossing kan verzinnen. Ik heb nog niet gedacht hoe ik hier nog ga leven. Nee. Het mooie pakket wat je schetst, waarbij je nou en nog één keer echt, waarbij het wat tot nu toe steeds niet gelukt is. Ja. Ik vind als ik daar nu op zeg van, nou dat zou fantastisch zijn, dat ik toch ergens valse hoop wek. Maar het zou fantastisch zijn. U hoeft niet te zeggen dat je het gaat doen, maar het zou fantastisch zijn. Ja, Als je echt beleid hebt waardoor je zeker weet dat het niet nog een keer voorkomt in de toekomst. Je niet over 8 jaar weer 400 kinderen hebt in dezelfde situatie. Ja, als je dat kunt garanderen en we hebben daar steun voor, dat zou fantastisch zijn. Maar we hebben nog niet gecheckt. Ik probeer gewoon een lans te breken voor die 400 kids. Zonder die ouders, zonder politieke kleur, voor die 400 kids. Dat is me duidelijk, dat snap ik ook. Maar ik geef je wel, ook als het niet een populair antwoord is, wel een eerlijk antwoord. Ja, hallo. En welkom bij BOOS, waar we nu dus een boze Nemmer, Kingsley, Maksim, Dennis, Arina en nog zo'n 400 kinderen die wachten op een kinderpardon proberen om boos te maken. Tja, want als je die kinderen wegstuurt naar Nigeria of Armenië of Irak of Oekraïne of waar dan ook, dan gaan ze stuk. Dat heb je net kunnen zien. Dus maak van deze kinderen even de zon in ons zonnestelsel, waar alles nu om mag draaien. En misschien denk je, ja, goddomme, die vervelende linkse politiek. Door hen kan iedereen eindeloos procederen en dan krijg je deze rotsituatie. Nou, dat kan. Misschien denk je, ja hoor, hoezo doet rechts altijd zo moeilijk over immigratie en asielzoekers? Dit krijg je ervan. Nou, dat kan ook. Of misschien denk je wel, die ouders, waarom nemen die überhaupt kinderen als ze net gevlucht zijn uit een land waar het onveilig is? Ja, dat kan. En voor alles valt wat te zeggen. Maar wiens schuld het ook is, feit blijft dat er nu zo'n 400 kinderen zijn die zeer waarschijnlijk uit Nederland gezet worden. Zo, zonder pardon. En al die planeten van linkse politiek en rechtse politiek en ouders en ook wij draaien om die 400 kinderen heen. En we kijken toe. We kijken toe hoe 400 kinderen die hier nooit voor gekozen hebben en er niks over te zeggen hebben de dupe worden van al het gekonkel en gekut van iedereen om ze heen. Bedankt links, bedankt rechts, bedankt de ouders en bedankt de rest van het universum. Lekkere werk pikken, terwijl Nemmer, Kingsley, Maksim, Dennis, Arina en de rest alleen maar denken, hé, dit hier, Nederland, dit is gewoon mijn eigen land. Dan nog even dit. Marije, wij zijn het programma BOOS. Zeker. Wat doen we dan altijd? Oplossen. Oplossen! Ja. Dus we gaan niet alleen over rellen, deuren in trappen vechten en politici pesten. We gaan ook iets oplossen. Ja. Dus hebben wij het volgende bedacht. BOOS komt met een burgerinitiatief, zoals dat heet. Dat betekent dat we jullie nodig hebben om onze petitie te tekenen. Dat kan je hier, zodat je mij naar de Tweede Kamer kan sturen om daar uit te leggen wat er verkeerd is aan het kinderpardon nu. En wij zeggen eigenlijk, fix het kinderpardon. Zorg dat het werkt en dat bijvoorbeeld die 400 kinderen hier kunnen blijven. Ik ben al een keer geweest in de Tweede Kamer. Ja. Daarom vonden wij van Spuiten en Slikken het tijd voor een burgerinitiatief en starten de petitie 1 pil te veel maakt geen crimineel. En dat gaan we gewoon nu nog een keer doen. Dus teken deze petitie, steun ons burgerinitiatief. 40.000 handtekeningen hebben we nodig, meer niet. En dan gaan wij naar de Tweede Kamer. En zorgen dat iedere politicus in Nederland snapt dat zoals het nu is, niet goed is. Precies. Had jij nog wat? Nee, dat was hem wel. Ja, ja hoor. Lekker gewerkt, man.